Welkom bij HVT. Bob. Hey Martin. Mag ik even storen? Ja, behoorlijk. Je zit even te genieten daar van... Even de andere kant al. Ja, wat zeg je? Ik zie die spelers weer eens ook... Ja, een beetje op de achtergrond zo, hè. Mooi spul zo bij elkaar. Ja, als je het zo ziet, dan oranje is altijd een mooi kleurtje. Ja. Zo, jongen. Moeten we het gaan doen vanavond? Ja, want wat was er los vorige week? Ja, ik heb dat filmpje even teruggekeken. Ja. En we waren erg nonchalant, vond ik. Ja. We straalden iets uit van verdetten zijn en het komt al goed. Maar al gewonnen voordat we op de bus gingen waarschijnlijk of zo. Ja, dat is wel een beetje een instelling waar we het veld mee gingen. En dat, dat was op de een of andere manier ook niet meer recht te zetten. Dat is wat me verbaasde. Ja. En dat betekent ook dat iedereen terecht chagrijnig is, maar nog steeds de schuld niet bij zichzelf zoekt. En dat verbaast me dan weer. Oké. Dus dat is een leerproces die het team op dit moment doormaakt? Ja, een leerproces. We moeten het even duidelijk maken. Ja. En dat doen we deze week. Oké. En groepsgesprekken zijn niet altijd goed, maar in dit geval wel. Oké. Zijn er al groepsgesprekken geweest trouwens? Nog niet. Er zijn wel individuele gesprekken geweest. Okay. Dat wordt wel doorgetrokken. Ja, ja. En je zal zien als je wint vanavond, dan altijd weer goed. Maar ik vind als je met elkaar een team vormt, dan moet dat zeker in het veld blijken. En dat zie ik te weinig terug. Ten opzichte van vorig jaar al. Dan gaan we in ieder geval vanavond hier op kijken of dat... Gaan we daar een speciaal over naar kijken. Ja, dan laten we kijken. Maar, ik heb nog eventjes die Gorten Metiel gezocht. Ik heb er dus ook één thuis, hè. Wat voor kleur? Een rode, van oud rood. Dat is goed. Of is dat geen goede dan? Oh, gelukkig. Oud rood is goed. Ja, want ik zei tegen mijn vrouw... Je hebt ze ook in het groen, maar die zijn niet goed. Ja, gelukkig, want... Mijn schoonmoeder heeft één in groen, dus die is nep dan. Nee, en ik heb een vriend, die heeft roze. Ja. Maar die heeft zijn vriend ingekocht, dus... Ja. Het is allemaal gekkigheid, jongens. Ja, maar goed bruggetje. Nieuw woord plus geschiedenis, ja. Les 6, geloof ik, uit mijn hoofd. Les 6. Ja, plus... daar gaan we. Heb je hem? Ja, hij staat aan. De stoef. De stoef? Stoef. Is dat een speelgoed voor kinderen of zo? Nee, ga ik je uitleggen. Ja. Stoef. Het is afgeleid van het woord stoof. Maar we vallen namen zeggen stoef. 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 Nog één keer? Stoef. Oh ja, stoef. Ja. En het houdt eigenlijk in een echte stoef trouwens. Ja. Die is van eikenhout, hè? Eikenhout? Eikenhout. Maar ik bedoel... Ongeveer zo groot. Zo groot. Ja, een stoef, ja. En er zitten gaatjes in van boven. Ook alweer gaatjes. Je hebt wel een gaatjes dingetje, hè? Volendam is er gek op. Ja, tuurlijk. En daaronder zit een blikken bakje. Ja. Of een ijzerbakje. Ja. Er gaan kooltjes in. Ja. Die kooltjes in de stoef. We staan in de weg, geloof ik. Ja, ze lopen om zijn. In de stoef. Ja. Dan ging de vrouw des huizes. Ja. Na gedaan arbeid. Ja. Met de voetjes op zitten. En er ging zo'n grote baaierrok er overheen. Ah. Dat gaf warmte. Dat is een soort wat je doet als je verkouden bent, toch? Met zo'n stoof. Ja, dampo bedoel jij. Ja, ik mag geen reclame maken, maar als jij dat doet, dan mag het. Dampo, ja. Maar in die rok, het begon nogal behoorlijk warm te worden. Warm te worden, ja. En had je die rok, had je zo'n beugel omheen zitten. Ja. Dan kon je wc-eenden ophangen en je kon er briezen ophangen. Oh. Allemaal wc-verfrissers. Ja. En dat was af en toe wel nodig. Ja, dat zal wel. Maar stoef, is niet het enige. Niet? Heb je nog een woord? Ja, stoef. Maar dat is ook, ik stoef aan. Ik stoef aan. En wat doe je dan? Die knip je, je snijdt hem eigenlijk in stukjes. Ja. Je zet je rechtop in het pannetje. Ja. Anders dan de Gorten Metiel trouwens. Ja. En die stoef je. Dus een stoomen als ware. Een stoompotje. Een stoofpotje. Stoeven. Hey, maar zien we vanavond die jongens over het veld ook één. Stoeven. Hey, dat is een beetje, hè? Ja, ik hoop het wel. We moeten even terug op die wedstrijd komen. Alle gekheid op een stokje. Ja, Even de cirkel rondmaken. Ja. Sommigen zijn erg geprikkeld momenteel. Ja? Ik hoop dat eruit komt. Ja. En ik zeg ook gewoon, waar je nu mee bezig bent, dat is nee, niet hè? Goed. Okay. En ik heb discipline gezien bij American Football. Ja. Zondag. Ja, we hebben een filmpje van jou. Verbaasd over de organisatie en hoe spelers zich gedragen. Ja. Dat wil ik graag vanavond terugzien. Nou, laten we dat ook. Ik denk trouwens bij de volgende thuiswedstrijd dat we cheerleaders moeten hebben.
misschien kunnen we een oproep doen aan drie of vier dames over het algemeen. Ja, je kunt ook mannen doen die die dames de lucht ingooien, maar... Mannen? Nee. Nee. Vrouwen met rokjes. Ja. Misschien dat de A1 of de B1 bereid is om... We gaan het even aan ze vragen. Doen. Ik ben benieuwd. Leuk. Even op bedankt voor stoep, hè.